Goedendag. De zon kwam in een groot deel van het land deze donderdagochtend prachtig op. Het leverde mooie beelden met ook her en der die herfstkleuren. Maar in het noorden van het land en ook in het oosten kwam toch nogal wat hardnekkige mist voor. Het leverde soms ook hele mooie beelden op, zoals die achter me. Maar zeker in het noorden van het land duurde het toch nog tot het middaguur, voordat ook daar de zon tevoorschijn kwam. Ondertussen trekt ook nog een keer een vel met wat lage bewolking over het oosten. Maar ik verwacht toch dat later vandaag ook daar de zon er weer bij komt. En dan is dit het beeld aan het begin van de middag Nederland vrij van bewolking. Ondertussen ook een groot hoge boven het continent met de kern boven Polen. En de aanvoer vanuit het zuiden tot zuidoosten. Daarmee dus ook wat warmere en drogere lucht. Wel zo dat er komende avond en nacht een zwakke storing over het land trekt... met tijdelijk wat meer bewolking, misschien een enkele bui. Dat is een warmtefront en de komende twee dagen komen ze dus ook echt wel in beduidend warmere lucht terecht. Wel zo dat het hoge drukgebied langzaam in kracht afneemt... en dat vanuit het westen storingen toch langzaam aan dichterbij komen. Maar ik verwacht toch pas echt pas in de nacht naar zondag de eerste storing... met dan ook wat regen die over het land trekt. Geen grote hoeveelheden, maar goed, het weer gaat dan toch wel iets veranderen... Vandaag nog niet, vandaag dus echt prachtig herfstweer. Veel ruimte voor de zon, echt mooie blauwe luchten. Maar over het vooral het oosten trekt nogal wat lage bewolking vanuit Duitsland het land binnen. Waarschijnlijk lost het grotendeels wel op als het naar het noorden toe trekt. En ook later op de dag wat hoge wolkenvelden in het zuiden van het land. De temperaturen stijgen naar 14 tot 17 graden en dat zijn toch wel aangename waarden bij maar weinig wind. En vanavond neemt de bewolking uiteindelijk dus toe. En vannacht is de bewolking af en toe dik genoeg voor een hele enkele bui. Temperaturen dalen in het binnenland naar waarden net onder 10 graden. Aan de kust blijft het iets milder, waarbij nog altijd wel weinig wind. En morgenochtend trekt die storing dan snel door naar het noorden van het land. Komt de zon er op veel plaatsen weer goed bij. En de temperatuur die stijgt naar aangename waarden van 18 tot zelfs lokaal 20 graden. Echt wel mooi in nazomerweer in de middag. Daarbij wel iets meer wind uit het zuiden. Windkracht 3 of misschien zelfs even 4. Maar goed, het is dus echt wel prachtig weer. En zaterdag pakken we er gewoon nog een dag aan vast. Opnieuw weer hoge waarden op uitgebreide schaal 18 tot zelfs 20 graden. Waarschijnlijk de warmste dag van de week. Maar er trekken wel wat hoge wolkenvelden over het land. Maar de zon heeft daar waarschijnlijk later op de dag echt wel weinig last van. In de nacht naar zondag toe, dan trekt wel een storing over. En de dagen daarnaast is het ook echt wel wat minder warm. Vaak een graad of 15. Nog wel altijd aan de milde kant voor de tijd van het jaar. Maar het blijft dus rustig weer met alleen in de nacht naar zondag toe. Dat regen en de dagen daarna dus droog weer. Ook de nachten verlopen in eerste instantie nog wel aan de zachte kant. Maar kijken we wat op de langere termijn. Dan zien we dat onder hoge druk invloed de nachten ook volgende week misschien ietsje kouder worden. Misschien dat een graadje grond als ze er weer in zit. Maar over het algemeen dus rustig herfstweer. Fijne dag!